We willen het even hebben over Nederlanders die uitblinken in het buitenland. Maar we kunnen gewoon niet om Frenkie de Jong heen. Die gast wordt opgehemeld, wordt met Johan Cruijff vergeleken. In de Spaanse kranten stond zelfs Valverde, wordt het heel makkelijk gemaakt. Stel Frenkie op en 10 anderen en je wordt kampioen. Wat vind jij daarvan? Ja, het verbaast me niet. Iedereen begint natuurlijk over dat palletje buitenkant voet, de assist van de 4-0 op Ousmane Dembele. Dat vond ik niet zo'n bijzondere bal. Dat was niet mijn hoogtepunt van het optreden van Frenkie de Jong. Dat was een bal die zelfs de cameraman had kunnen geven. Nou. Ja, serieus. Het was een balletje met buitenkant voet. En er stond eigenlijk, hij moest 2 man passeren en dan ging hij tussendoor. Het was wel knap gegeven en knap gezien. Maar vooral de snelheid van handelen, dat is knap aan die bal. Maar dat hij met buitenkant voet speelt, ja, dat is natuurlijk, dan wordt het snel de vergelijking getrokken met Johan Cruijff, die het natuurlijk ook deed. Of Van Hanegem. Iets met buitenkant voet spelen, dat verraadt dat je een bepaalde techniek hebt. Maar hij was vooral positioneel ongelooflijk snel en hij was aanspeelbaar. En Valverde had kritiek op hem, hè, dat hij het spel soms een beetje vertraagde en dat hij iets sneller moest handelen. En Frenkie is natuurlijk iemand die dat wel opvangt en met zichzelf te raden gaat. Hey, heeft die trainer, wat zegt die trainer nou precies, wat bedoelt hij? En dan zie je dat terug in zo'n wedstrijd, nog sneller aan het handelen. En dat vond ik wel mooi om te zien, dus dat hij wel echt wekelijks aan beter aan het worden is bij Barcelona in het systeem. Voor het eerst zag ik hem ook heel veel dribbelen, wat hij bij Ajax veel deed, gewoon wegdraaien van mensen. Dat vond ik nog een beetje meevallen. Hij was eerst nog een beetje voor zijn doen, heel klein beetje op safe aan het spelen, had ik het idee. Niet met zijn passing, ja, maar wel met dribbelen. Dit keer was hij ook lekker weg gaan draaien. Maar het was ook de eerste wedstrijd dat hij gewoon speelde zonder dat er heel veel gewisseld werd. Het was gewoon een normale wedstrijd. Hij speelde 90 minuten op een vaste plek. Tot minuut 75 stond hij op de plek van Busquets, 6. En je ziet dat hij dat lekker vindt. En hij wordt heel vaak aangespeeld. Piqué zocht hem heel vaak. En hij is ook aanspeelbaar. Dat is ook wel prettig. Hè? Je hebt voetballers in de Eredivisie die op het middenveld staan op de plek van Frenkie. Die zijn ze niet aanspeelbaar. Dat is onhandig als hij op die plek staat. Maar Piqué zocht hem heel vaak en heel makkelijk. En dan elke keer de goede oplossing weten te vinden. En ook een aantal keer ballen snel naar voren spelen. En ja, hij maakte inderdaad ongelooflijk veel indruk. Het was een optreden dat je naar zit te kijken. Dat je een soort van ontspannen raakt. Ah, Frenkie heeft de bal even ontspannen. Want dat hebben die ploeggenoten natuurlijk ook. Die weten nu, we kunnen de bal altijd aan Frenkie kwijt. Zoals we de bal altijd aan Iniesta kwijt konden. Altijd aan Xavi kwijt konden. Altijd aan Busquets kwijt kunnen. Altijd aan Messi kwijt kunnen. Ze hebben nu met Frenkie een speler bij. Die kun je altijd de bal aanspelen. En ik zei dat hij geblinddoekt mee kan doen. Nou, dat was tegen Napoli opnieuw zo. Hè. Hij loopt daar te voetballen alsof hij op de tribune zit. En dan zeg ik alsof hij met een PlayStation zichzelf aan het besturen is. Zoveel overzicht. En ik vond het wel mooi dat camerastandpunt vanuit de lucht. Hè. Het was heel hoog. Ik weet niet waar de camera stond. Het ruimtestation. Maar je zag inderdaad het hele veld. En je zag de hele tijd de manier waarop je bewoog in dat elftal. Aanspeelbaar zijn. Bewegen en hij maakte dat spel van Barcelona en hij was gigantisch goed inderdaad, maar wel tegen Napoli dat op 2-3 meter stond. En ik wil het wel zien in een echte wedstrijd nu, Bilbao uit vrijdag, dat eerste echte keer dat Frenkie getest gaat worden en dat je ook daarna conclusies getrokken gaat worden. Hè. Ik bedoel, Bilbao uit is een lastige wedstrijd. Ik vraag me af, Busquets en Frenkie, hoe dat samen gaat werken. Dat hebben we in de voorbereiding niet gezien. Dat heeft de trainer Valverde angstvallig voor ons geheim gehouden. Misschien hebben ze wel samen getraind, dat weet ik niet. Lijkt me wel. Natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe. Ik denk dat Frenkie als linker middenvelder gaat spelen, Rakitic als rechter middenvelder en Busquets als Frenkie. Want we hebben het over de Busquets-rol, maar ik denk dat het na deze voorbereiding al de Frenkie-rol is. Maar een pauze is dat. Ja, dat is heel, zo heel snel. Dat zegt iets over zijn kwaliteiten en wat hij kan en waar hij goed in is. En, nogmaals, dat buitenkant balletje met de voet, rechtervoet, was echt heel knap en kundig. En dat haalt een samenvatting. Maar op een gegeven moment zag ik in de wedstrijd tweede helft een bal uit de kaas die per ongeluk tegen zijn voet aankwam. En die legt hij ook goed neer meteen bij iemand die kennelijk al gezien heeft. En als je goed naar hem kijkt en als je naar Messi kijkt, hè, dan de hele tijd dat hoofd zo heen en weer. Dat zag je bij Xavi vroeger ook. Ja. En dat zie je bij Busquets ook, de hele tijd aan het kijken. Maar wie is er de hele tijd aan het scannen in een oefenwedstrijd? Frenkie heeft dat ook zichzelf aangeleerd. De hele tijd kijken wie staat waar. Dus hij heeft een soort van panoramisch overzicht van het hele elftal. Terwijl hij op de grond op het veld staat. Dat is wel, het lijkt wel of hij op een dak staat en het hele elftal weet waar iedereen staat. Maar hij staat dus in het veld. En dat is heel knap. En dat is zijn grote kwaliteit, dat hij precies weet waar iedereen staat. Ja, ik weet gewoon zeker dat Messi is natuurlijk thuis aan zijn herstel aan het werken van kuitblessure, maar die zit gewoon echt in zijn handen te wrijven volgens mij. Nou, die heeft heel ontspannen zitten kijken naar Barcelona en Napoli en ik zag een aantal foto's van hem. Hij was met zijn zoontjes in de tuin aan het voetballen en dan zag hij inderdaad gespierd uit. Hij is gespierd geworden. Gespierd inderdaad.
Dus die is klaar voor het seizoen. Ik hoop dat hij vrijdag Bilbao uit al kan spelen. Maar misschien dat hij zijn inval erin kan komen de laatste half uur. Ja, maar die voorhoede zit het ook maar wel zomer. Met Griezmann, daar hebben we het niet eens over gehad nog. Met Griezmann, fantastisch. Met Suarez, een killer. Ja, fitte Suarez ook. Fitte Suarez. Maar Griezmann is net als Busquets, net als Messi, net als Frenkie de Jong. Die hebben een soort hoogbegaafdheid wat betreft tijd en ruimte, wat spel. En dat zien ze allemaal. Als je een vier van zulke spelers hebt, ja, dat wordt Barcelona een elftal wat zeer lastig te verslaan. Is dus alleen defensief misschien dat ze een keer wat steekjes laten vallen. Maar dat moet je als trainer dan maar accepteren. Omdat het jongens zijn die natuurlijk altijd kiezen voor de aanval. Frenkie de Jong, zelfs als verdediger middenvelder, kiest hij voor de aanval. Het is nooit de veilige optie als eerste. De veilige optie komt pas als zesde keuze. Eerst keuze 1, 2, 3, 4 en 5 aanvallend. En dan keuze 6, misschien verdedigend. En dan ga je af en toe het schip in. Dan maak je af en toe een blundertje. En dan moet je dan kunnen lachen. En dat moet je als trainer accepteren van Frenkie de Jong. Dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Net als Busquets, overkomt Busquets ook wel eens dat hij verkeerd omdraait en dat hij net de bal kwijt is, counter 0-1. Dat kan gebeuren. Maar daar moeten we het niet op beoordelen, want het gaat heel veel goed. En ja, dat zag je tegen Napoli ook weer. Het was echt bijzonder om te zien wat hij daar deed. Dan gaan we naar een andere Nederlander die uitblonk. Erik Pieters. 2 assists. Netjes. Ja, Burnley is wel een prettig elftal om als linksback in te voetballen. Daar zit een bepaalde structuur in. Het is heel simpel. Die hebben een spits, Barnes bijvoorbeeld, of Wood als hij speelt, Woods. Het is geen elftal waarin de trainer het moeilijker maakt dan het voetbal in werkelijkheid is, hè? Sean Dyche. Dus dat is voor een Erik Pieters ook wel prettig. Er wordt hem gewoon verteld, we moeten ervoor zorgen dat we een nul houden. En jij kan over die linkerflank een aantal keer opkomen in die situatie. Nou, dat doet hij naar behoren. Dus het is voor Erik Pieters is Burnley een dankbaar elftal. En hij doet het ook wel prima. Het is ook in zijn vorige periode in Engeland deed hij heel goed. En daarna is hij een tijdje in de Ligue 1 verdwenen bij een club waarvan ik denk dat heel veel Nederlanders niet eens weten bij welk club het is. Dus dat gaan we nu opzoeken. Dat zetten we dan in beeld erbij, weet je wel. Want daar heeft hij ook gevoetbald. En nu is hij terug in de Premier League. En dan zien we weer hopelijk wekelijks spelen voor hem. Dat zou mooi zijn. Maar is het Erik Pieters wel echt iets waar je het over wil hebben? Ik wilde een brugje maken naar een andere linksback. Maar die viel tegen juist. Jetro Willems bij Newcastle maakte zijn debuut. Hij viel in als middenvelder ook. Hè? Wat hij heel vaak bij Eintracht Frankfurt uit. Hij kwam voor John Joe Shelby tegen Arsenal. En ja, Jetro Willems is natuurlijk als linksback doorgebroken. Als 17-jarige. Toen meteen het Nederlands elftal had, EK gespeeld. En sindsdien wachten we eigenlijk op die linksback. Alleen hij is die linksback helemaal niet meer. Hè? Het is een soort spelmaker geworden. Een verdedigende middenvelder. Hij was ook aanvallend altijd beter dan verdedigend, vond ik. Precies. En daarom denk ik dat de trainer bij Frankfurt die switch ook gemaakt heeft. Die denkt, het is iets te risicovol hem als linksback gebruiken. Maar Newcastle is een mooie club. En dat je meteen in de eerste speelronde erin komt tegen Arsenal. Dat is toch wel een teken dat je er goed op staat bij de trainer. Maar hij maakt ook een beginnersfout. Jeetje, hij moest naar de bal toekomen. Ja, daar kwam de 1-0 uit. De 1-0 viel uit. Nou, ik wil het geen fout noemen, maar ik vind de bal wordt naar hem gespeeld. En hij wacht op de bal. En ja, als je in de F1 zit, krijg je dat te horen. Ja. Dat je actief moet zijn en dat die bal die is voor jou. Ja. Want anders. Helemaal in de Premier League. Want zo'n paas is natuurlijk een enorm risico. Als Arsenal eroverheen gaat met 3 man, ja, dan is het met Aubameyang 1-0 en dan ben je klaar. Ja, dat was maar het is dus, je kunt het zijn fout noemen. Hij stond op die bal te wachten, maar dat doet hij wel vaker. Hè. Het is een jongen die dat iets te vaak overkomt. Ja. Hey, iemand die wel goed zijn best heeft gedaan, Memphis Depay, gescoord. Ja, het was een afstandsschot van 25 meter. Die had de keeper moeten pakken. En hij kreeg in L'Equipe een 5. En er stond een vernietigend rapportje bij. Hè, dat is altijd bij Memphis. Dat is altijd bij Memphis. Ik denk dat de journalist van L'Equipe die zit lachend dat in te tikken. Om die Memphis weer op zijn flikken te geven. Ja. Maar hij is begonnen met een doelpunt. Dat is prettig. Maar je ziet wel weer dezelfde problemen als vorig seizoen. En met problemen bedoel ik. Moussa Dembele is daar de nummer 9. Memphis in oranje kennen we hem als spits. Daar beoordelen we hem ook op. Hè. Dan zeggen we, daar is hij echt goed in. In die vrije rol, in die vrije ruimte. En nu wordt hij weer aan de linkerkant geparkeerd. En spelen ze 4-3-3. En ja, wordt hij daar wel gelukkig van. Hij scoort dan. En dat wordt dan in Nederland dan gekopt. Memphis scoort en heeft hij goed wedstrijd gespeeld. Alleen, kijk, bij L'Equipe tikken ze dat niet zomaar in natuurlijk. Ik bedoel, je mag wel. Hij wordt goed betaald. Het is een van de best betaalde spelers van Lyon. Een van de sterspelers. Nu 3 zijn vertrokken. Dan verwacht je iets meer van hem. En behalve dan zo'n schot wat eigenlijk niet erin had gemogen. Maar goed, we gaan het zien de komende weken. Maar het is gewoon een geweldige voetballer. En die speelt bij Lyon tegen een meerderheid van de clubs die zijn minder. Dus dan verwacht ik van hem zeker 10 doelpunten en zeker 10 assists.
En voor minder doe ik het niet, laat ik het zo zeggen. Tim Krul deed ook goed. Tim Krul deed wel goed. Ik bedoel, hij verliest met 4-1, laat er 4 door. Maar zonder Krul had het 5-1 geworden. Hij pakt één bal, die voor de vrije trap van Alexander Arnold vlak voor tijd. Dat was echt een magistrale redding. En je zag ook dat hij die redding nodig had om te denken, oké, ik ben er weer. Ik ben Tim Krul, ik hoor in de Premier League thuis. Want hij heeft een tijdje echt in een diep dal gezeten, mentaal ook. Dan kom je in de Eredivisie en dan beoordelen we hem als Premier League keeper. En dan zie je hem dan bij AZ en dan denk je, oei, Ajax, oei. Kan niet allemaal nog wel. Ja. En nu is hij bij Norwich City, gelukkig, eerste keeper. En dan gaat heel veel wedstrijden keeper. En heel veel ballen ook tegenhouden, want hij krijgt natuurlijk heel veel werk te doen. Want Norwich City speelt kamikaze voetbal, ook tegen Liverpool. Vond mooi om te zien. Alleen dat betekent wel heel veel tegendoelpunten voor Tim Krul. En ook heel veel reddingen, dus we gaan heel vaak in beeld komen. Dus dat is prettig voor ons, toch? Mooi. Heugelijk nieuws. Matthijs de Ligt is geen talent. Tiener meer. Oh, geen talent meer. Hij is 20 geworden vandaag. Ja, nu gaan we hem serieus beoordelen. Dus alles wat hij nu doet, wordt serieus beoordeeld. Dus als hij dan in een oefenwedstrijd een steekje laat vallen tegen hem afmaken. Dan moeten we zeggen dat Matthijs de Ligt beter moet. Ja, het is wel waanzinnig, hè, de aantallen bij 17 interlands in Oranje. Als tiener. Ja. Dat is een enorm record. Het wordt heel spannend. Kijk, over Frenkie de Jong hoeft volgens geen zorgen te maken. Die heeft zichzelf wel bewezen, hè, bij Barcelona in de voorbereiding. Nee, ja, vrijdag moet hij doen. Ja, vrijdag moet het wel gebeuren. Maar voor Matthijs de Ligt wordt het wel spannender. Ja. Omdat je natuurlijk als verdediger op een andere manier wordt beoordeeld. En fouten vallen sneller op. Want fouten betekent vaak tegendoelpunten. En bij Juventus tegendoelpunten, die worden niet geaccepteerd. Met een nieuwe trainer te maken, Sarri, die ook onder druk staat om te presteren. Want die is nu bij een club waar je moet winnen. Hij heeft bij Napoli gezeten. Daar was het prachtig wat hij deed en was het voetbal geweldig. Maar als er een tegendoelpunt viel, dan werd dat niet massaal breed uitgemeten in de kranten. Maar elk tegendoelpunt van Juventus krijgt iemand de schuld van. Dan kom je heel snel uit bij Matthijs de Ligt. Of degene die naast me staat. Maar ik denk wel dat hij daar een basisplaats gaat krijgen, hoor. Dat hij daar heel snel zeker is. En dan zal hij wel eens een keer in fout gaan en dan gaan we het hierover hebben. Dat verbaast me niet en dat kan ook dan in de oefenwedstrijd gebeuren. Dus zo bijzonder is het dan weer niet dat hij dan een 5 krijgt in de kranten daar. Pak even de camera, feliciteer hem even, want hij kijkt mee. Oh ja. Matthijs de Ligt, gefeliciteerd met je 20e verjaardag. Je mag je nu zelf een volwassen man noemen.